Daags na de begrafenis van mijn vader had mijn moeder mij bezworen dat ze nimmer meer zou huwen. Niettemin had ze mij, nota bene aan de telefoon, een dozijn jaar na de dood van mijn vader totaal overrompeld met de mededeling: ik ga weer trouwen. Met wie? Had ik gevraagd. Met Siem. Met Siem? Hoe kom je aan Siem? In de krant zag ik een overlijdensadvertentie van zijn vrouw. Ik heb hem opgebeld om hem te condoleren. Zo is het gekomen. Ze had niet toegelicht hoe uit haar condoleance zo miraculeus snel liefde opgebloeid was, maar uiteraard werden we gesommeerd naar de bruiloft in Buffalo te komen. Toen mijn broer hoorde dat ons gehavende gezin dankzij dat condoleance huwelijk met 6 stiefzussen zou worden uitgebreid, had hij een week lang amper geslapen. Niet te geloven, zomaar 6 zusjes erbij, het moet toch gek gaan, wil daar niet een sexy stoot bij zijn waar je van omrolt? Na onze tocht met een dubbeldekker naar de huwelijksplechtigheid zaten we al in het krappe gemeentehuisje van Buffalo toen die 6 zusjes binnenmarcheerden. 6 schonkige, vatsige, wijdbeensige wijkverpleegsters. Stuk voor stuk zo hartelijk dat het mij niet deerde dat ze eruit zagen als Deense doggen. Desondanks was mijn broer diep ontgoocheld. Hé, Roef, waar ga je heen? Roef! Ik schrijf echt omdat ik een mooi verhaal heb in gedachten en omdat ik dat kwijt wil. Omdat ik dat tevreden ben over het verhaal zelf en denk van nou, daar kan ik echt iets leuks van maken. Iets moois, iets vrolijks of iets met ontroerende kanten eraan. Maar toch ja, iets wat de mensen kan opmonteren als ze het lezen. Ik hoor heel vaak dat ik heel geschikt ben voor sterfbedden. Dus mensen die op sterven liggen, die hebben veel plezier erin om mijn boeken dan nog te lezen. Die worden daardoor opgemonterd. Ik ben een echte sterfbedauteur. Nou, dat vind ik wel erg leuk, moet ik eerlijk zeggen. Hé, hey, Roef, ga mee. Roef! Die boeken van toen leest, die eerste, daar zit heel weinig humor in. Dat is allemaal tamelijk plechtig en somber en ook wel veel meer literair echt uitgebouwd dan wat ik nu doe. Nu ben ik veel meer een echte verteller geworden en vrolijker en ook geestiger. Die humor die had ik vroeger helemaal niet. Je hebt volgens mij 2 soorten mensen. Mensen die van vrolijk naar somber gaan naarmate ze ouder worden en mensen die van in hun jeugd vrij somber naar vrolijk gaan. En ik hoor duidelijk tot het laatste type. Het is ontzettend leuk om aan een roman te werken. Dus het spijt je als het klaar is. Je zou er nog wel aan door willen werken. Je houdt ook altijd restenergie over. En die gaat dan in stukken voor de krant zitten. Of in verhalen of in essays. Of dat soort dingen. Ja, de muziek is het allerbelangrijkste. Dat staat als een paal boven water. Daar komt de rest helemaal niet eens bij in de buurt. Dat heeft gewoon met het feit te maken dat muziek zo'n veel grotere impact in je ziel heeft dan andere dingen. Maar dat geldt natuurlijk dan speciaal voor mij, want dat geldt ook weer niet voor alle mensen. Maar voor mij is dat absoluut zo. Ik vind een stukje Bach, ja, daar gaat niks boven. Dus dat is oorconcours. Ja, Roef. Hai. Hey.